Upgradeold maakte de afgelopen dagen en weken werk van de toekomst door Kevin Baart en Frankie Pelgrims, twee jeugdspelers, langer aan de club te binden. Een emotioneel moment voor de aftrap wanneer er hulde wordt gebracht aan een overleden steward. Antwerp begint niet onaardig aan de partij, maar komt wel 0-1 achter na een snel uitgevoerde counter. Op aangeven van Constantinidis trapt Robay de bal voorbij Wotien Doel. Er werden dit seizoen al een paar vraagtekens gezet achter de mentale sterkte van Antwerp. Ze laten net iets te snel en te vaak het kopje hangen. Niet zo tegen Boussoudour. Nog voor de pauze scoort Antwerp twee keer. Eerste goal van Kevin Baart. En net voor de rust kopt Fibel Antwerp op 2-1. In de tweede helft nemen de Boussoutois opnieuw een goede start. Snel, snedig en het wordt ook 2-2. Duwe maakt het af. Boussoudour langzij. En 8 minuten later is er de 2-3 van El Plas. Antwerptrainer Andrews grijpt in. Oris en de Vriezen maken hun opwachting en het begint meteen beter te draaien bij Antwerp. Het stam nummer 1 wordt ook beloond voor zijn inzet. Put profiteert maximaal van slordig uitverdedigen. 2 doelpunten tegen Tubeke en nu eentje tegen Boussoudour. Een mooie week voor Yannick Put. In blessuretijd heeft Jelicic nog de winning goal aan de voeten. Mooie actie, de afwerking blijft achterwege en zo blijft het 3-3. The pluspunt is that we come through from twee keer from a verloren position, taking a good look. Maar and in the last second, if you see that, I've not seen up the video. The jongen does a sketch from bewegen, he's dry man, of vier man in the wind gezet en I think they're still zoeking the ball that he gets there in Wimbledon.